In deze aflevering van Woningmarkt TV geef ik je 5 tips die je kunt toepassen als je huis al wat langer te koop staat, maar het wil niet zo vlotten met de verkoop. Want er zijn zeg maar 5 veel voorkomende redenen waarom het niet lukt vandaag de dag om je huis te verkopen. Nummer 1 is de positie op funda. Je moet je voorstellen, op dit moment staan ruim 1 op 20 huizen staat te koop in Nederland. Dat betekent dat als iemand op zoek is naar een huis, dat hij de keuze heeft uit heel veel verschillende huizen. En dan gaat hij op funda gaat hij zoeken, 85% van de kopers komt daar vandaan. En waar, op welke pagina komt hij jouw huis tegen? En doe die test dan zelf maar eens. Vul de plaatsnaam in en de prijsrange waar jouw huis in valt. En ga dan eens zoeken op welke pagina jouw huis staat. Als je dat weet en je staat inderdaad helemaal onderaan, dan zou je je kunnen voorstellen dat dat een reden is waarom mensen in ieder geval een beetje huismoe zijn tegen de tijd dat ze bij jouw huis zijn aangekomen. Dus kijk wat je positie is op funda, op welke pagina. Nou, tweede, en die is eigenlijk ook een beetje een open deur, is een reële vraagprijs. Misschien is je prijs wat te hoog. Het zou kunnen dat je prijs een tijd geleden bepaald is en dat die toen voor de markt op dat moment reëel was, maar in de huidige markt, waarin de prijzen opnieuw gedaald zijn, dat die niet meer marktconform is en dat kopers dat bedrag er gewoon niet meer voor willen betalen. Sterker nog, dat ze het zelfs niet meer interessant vinden om überhaupt een openingsbod uit te brengen. Dat kan een reden zijn. Dus kijk kritisch naar je prijs. Een tweede punt daarbij is, dat is niet altijd bij iedereen bekend, soms kan het helpen om een prijs op een rond bedrag te zetten, omdat je dan in 2 zoekcriteria tegelijkertijd valt binnen funda. Kijk er eens naar samen met je makelaar. Nou, dan meest bekeken aspect eigenlijk van huizen, dat zijn de foto's. En helaas kom ik nog heel veel huizen tegen met slechte kwaliteit foto's. En dan bedoel ik niet alleen dat ze niet scherp zijn of met slechte belichting, maar vooral dat ze niet goed de ruimte, dus de verschillende kamers, tot hun recht laten komen. En dat is zonde. Mooie foto's van mooie meubels, mooi interieur. Maar ja, ik koop geen interieur. Ik wil zien hoe de ruimte eruit ziet. Dus maken van interieurfoto's, dus van binnenfoto's bij huizen, is echt een vak apart. En het kan maar zo zijn dat er jouw huis daarmee niet goed genoeg uit de verf komt. En dat is zonde. Ook het aantal foto's van bijvoorbeeld buiten, voordat je eindelijk een keer naar binnen mag. Of de badkamer die er niet op staat. Of ik heb heel veel slaapkamers en ik zie er maar 1 op de foto's. Op dat moment denkt een potentiële koper, hé, wat zou er mis zijn met dat huis? Dus kijk nog eens kritisch naar de foto's of zij wel het verhaal vertellen wat bij jouw huis hoort. Het ene laatste aspect is de tekst. We kennen allemaal de clichés van de makelaarstermen. Hè? Buiten de indeling zien we altijd huizen in een rustige, kindvriendelijke buurt. En met veel originele details. Nou, de kopers die kennen die teksten zo langzamerhand ook wel. En het zou kunnen helpen om die tekst net even wat pittiger te maken en wat beter aan te laten sluiten op de doelgroep. Want dan kom ik op mijn laatste punt, de doelgroep. Weet jij wie jouw potentiële koper is? Weet jij wie de doelgroep is? En is de presentatie van je huis wel helemaal afgestemd op die doelgroep? Ik kom nog zo vaak tegen dat bijvoorbeeld in een straat met 1 gezinswoningen, waar allemaal kinderen wonen, dat daar nu nog een huis te koop aangeboden wordt wat bewoond is door ouderen, met dus ook een verouderd interieur. Dat sluit niet goed aan op je potentiële koper, waardoor de interesse gewoon minder hoog is. Kijk nog een keer kritisch naar de 5 punten die ik je noemde en ga op basis daarvan een gesprek aan met je makelaar om te zien wat je daaraan kunt verbeteren. Ik wens je heel veel succes alsnog met de verkoop van je huis.